donker. Ik heb mijn beer weer bij me. En dat betekent maar één ding. En dat is een gloednieuwe aflevering van Evening Birds. Vanavond ga ik langs bij de vliegende rapper Keizer. Jongens, jullie kennen Keizer wel van Ali B op volle toeren. En Vliegende Hollanders. Hij zit als het goed is hier. Ik vind het echt een beetje spannend. Jij komt al rappend aan, of niet? Wat heb ik gewonnen? Je hebt een heel leuk verrassing gewonnen. Ik ben René van het programma Evening Birds. Maar doe je altijd zomaar zo snel open en... Nee, kijk, jullie weten dat niet. Er is eerst daar gekeken. En daarna wordt hier nog een keer gekeken. Ik dacht, we hebben iets gewonnen of zo, weet je. Heb je ook? Je hebt een hele leuke verrassing gewonnen. Is dat zo? Ja. En mijn vraag is dus ook, mag je even binnenkomen? Ja, tuurlijk mag. Het is gezelligheid. Ik kom gewoon binnen. Kijk, dit is de woonkamer met een groot feest hier, jongens. Ik heb een leuke verrassing voor je bij me. Dat is een heerlijke champagne. Dat vind ik alweer goed van jou, dat je dit ermee gebracht. Top! Ik denk dat jij hem beter kan poppen dan ik. Is dat zo? Ik weet het niet. Jij bent een rapper, toch? En rappers poppen. Ja, vaak wel. Proost. Als jij dan een kanon van mij drinkt. Waarom wil je dat ik een kanon drink? Dan staan we helemaal een soort van respect, weet je. Oké, dan doen we het. Got so many shades, they thought I had a lazy eye. De kanon was pop. Oh. Maar ik heb iets wat eigenlijk hetzelfde als kanon is. Dat is Atlas. Lekker. Ja toch? Echt voor dames, dus zoet bier. We zitten dus nu hier heel gezellig op de bank en je was een beetje aan het chillen met je vrienden. Ja. Wat doe jij normaal voor het slaapgaan? Ik drink wat, kijk een beetje tv, kijk nog even wat ik moet doen de volgende dag. En dan ben ik cool. Maar heb je wel slapeloze nachten? Ja, ik slaap in principe niet. Kan dat? Black Ops spelen. Wat is dat? Black Ops. Black Ops 2. Ik ken geen Black Ops. Schietspelletje, denk ik. Ja, schieten. Kom op. Moet uitproberen. Het is toevallig hier, dus we kunnen een beetje schieten. Kom erin. Je durft het aan? Ja, tuurlijk. Als ik het tegenkom. Hoe zie je dat? Dan is het probleem. Ah, ik ben dood! Goed mikken. Oh, kut. Dat is schieten. Je poot uit. Ik ben mijn voet eraf. Kut, sorry. Ben jij dood? Ja, ik ben dood, ja. Hij is dood. Ik ben hier, achter. Oké, het is 3-3 nu. Dus de winnende. Yes! Maar ik heb gewonnen. Ja. En ik zou hier heel graag willen blijven slapen vanavond. Hoe gaan we dat regelen? Heb je slaapkleren bij je? Jazeker. En ik heb nog een hele leuke verrassing voor jou. Die ga ik nu pakken. Waar slaap jij normaal in? Boxer. Het is maar goed dat ik er ben. Ik heb namelijk een hele leuke Evening Birds piano. Aha, dat zocht ik al heel lang. En nu moet je hem even aantrekken eigenlijk. En dat ga ik nu aantrekken? Ja. Zou ik mijn piano ook maar meteen gaan aantrekken? Doe dat. En zo terug. Heb je ook een leuke slaaprap voor mij? Een leuke slaaprap? Ja. Slaap, kindje, slaap. Naar buiten loopt de schaap. Schaap met witte voeten. Drink zijn melk zo zoetje. Daarna ging hij slapen. Yo. We zijn dus nu aangekomen bij het belangrijkste ding van de hele avond. De confession beer. Ja. En ik wil graag een confession van jou weten. Wat nu? Want dan weet niet alleen de beren, maar dat weten jullie allemaal. Nee, wij zijn weg. Nou, het was op een zaterdagavond. Er waren heel veel mensen. Toen heb ik iets gedaan wat ik nooit in mijn leven zou doen. Er was alcohol. En ik heb... fris gedronken. Shh, niemand vertellen. Hey, ik vind het mooi geweest voor vanavond. Ik denk dat ik jou gewoon nog één keer geen maken. Ja, doe je best zou ik en zeggen. En dan weet zie ik jou morgenochtend. Oké, jongens, ik lig hier nu bij Keizer in bed. Hoe fucking vet. Ik heb hem helemaal afgemaakt vanavond. Hij ligt daar nu te dukken. Hij heeft bijna niet meer tegen me gepraat. Ze dacht dat ik niet weet hoe deze camera werkt. Dat weet ik wel. En ze dacht ook dat ik sliep. Als je wilt belazeren, dan word jij gefilmd. Dit ziet ze later pas, maakt niet uit. Dat was het, wel rustig. Nou, het is wel vroeg, Keizer. Tijd voor een lekker kopje thee. Wij doen altijd in het programma dat ik word doorgestuurd naar een andere BN'er. Bij wie wil jij dat ik volgende week wakker word? Ga maar langs Mimoen, vindt hij leuk. Ja, wat voor slaapmutsje, waar denk je dat hij van houdt? Kopje thee. Nee, breng een kanon voor hem, alsjeblieft. Ik vind dat een wijs goeie. Ik heb aan de kanon gezeten, dus Mimoen, jij gaat ook aan de kanonnen. Gewoon doen, man. Gewoon doen. Nou, hey, vet lief dat ik hier heb mogen slapen vanavond. Ik heb super lekker geslapen. En ik heb ook nog eens gewonnen met Black Ops, jongens. Ik ken dit niet. Ik maak hem niet. En ik zie jullie volgende week bij Mimo. Dus tot volgende week. Doei. Wauw.